Welkom iedereen weer, nieuwe aflevering van Fire Emblem Awakening. Vandaag zijn we eigenlijk klaar met King Gangrel is verslagen. Rust is weer in Plegia, Illistol, hup, noem maar een continent. Het is allemaal vrij, want ja, de Joker is dood. Maar de eerste arc is nu klaar. Maar ja, het probleem met Fire Emblem Awakening is, we hebben nog twee stories om doorheen te gaan. Dus we hebben eerst nog een paar stappen te zetten van, Maar ja, vandaag komen we eigenlijk in Valum. Nou, eigenlijk niet vandaag, want we beginnen eigenlijk dit stuk. Gaan we eigenlijk meer focussen op de, hoe zeg ik dat, side chapters. Om een paar om een character te unlocken en om onze characters iets hoger te krijgen, zoals ze kunnen masterclassen naar het volgende niveau. Ofwel de drie groene bolletjes rechtsbovenin de map. En die zegt van, ja, Lucina is geboren, is nog maar een kind. Alleen hier is het geinige. Ik weet niet of ze dat echt vaak doen in royalty. Wil zeggen van wel. Tenminste in deze tijd, dus 1600 ongeveer. Wet nursing, waarin de kinderen worden opgevoed door eigenlijk andere vrouwen, dus breastfeeding, et cetera. Dus je hebt het idee van dat je eigenlijk een andere vrouw, een soort van draagmoeder hebt. Maar dit is de volgende stap waarin je gewoon zegt, nee, ik ga niet bosvoeding geven tot iemand anders. En daardoor krijg je eigenlijk iets heel raars. Gedaan met melkbroers en zussen, omdat ze samen aan dezelfde borst melk hebben gedronken. Ik heb geen idee. En wet nursing exists in cultures around the world until the invention of reliable formula milk in de 20ste eeuw. Dat is langer dan ik had verwacht. En er zijn nog wat dingen. Frankrijk deed het, Amerika deed het, Engeland deed het. Oude Rome deed het ook alleen maar. Het is een interessant onderwerp, maar ja. Maar ja, ondertussen komen we erachter dat eigenlijk Firion en zijn servant, die we nu pas zien, zijn eigenlijk van Valm. Dus eigenlijk het linkercontinent van eigenlijk deze hele wereld. En interessant genoeg is er een reference naar deze in Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia, omdat het heel veel onderdelen heeft en heel veel lijkt op Valum. Dus dat is interessant. Eigenlijk omdat er bepaalde conflicten kwamen over de tijd, splitten de Valmese Empire in verschillende onderdelen. Waardoor Valm eigenlijk een hele minuscule natie werd. En eigenlijk het moest opnemen tegen Chonsin Rosan. En dat was het eigenlijk. Terwijl Rosan eigenlijk de nu geregeerd werd door de House of Firion. En Chonsin meer een Chinees of Aziatische cultuur heeft. Van een paar characters die we later achterkomen. En dat is eigenlijk een beetje van Valm. Er is niet zo heel veel te zeggen over Valm. Omdat eigenlijk er niet zo heel veel dingen zijn. Wat eigenlijk interessant maakt. Van, ze volgen geen speciale religie. Dus ze volgen geen Naga of Krima per se. Degene die nu alles probeert te overheersen. Dankzij conflict is Walhart. Maar die doet het meer omdat hij gewoon alles onder één vlag wil hebben. Dus helemaal duidelijk is het niet waarom hij dat heeft gedaan. Maar dat komt misschien later achter. En het laatste wat eigenlijk belangrijk is dat zijn militaire kracht
Het sterkst is overseas. Ze hebben een hele grote cavalerie. Ze hebben een hele grote armada aan schepen. En dat is eigenlijk dus. Eigenlijk zijn ze meer gericht tegenover... echt oorlog voeren. Wat op zich sens maakt. Maar ik heb gezegd, we doen wat extra dingen. En dit is dan een van de dingen betreffende Victor en Vincent. En eigenlijk, ja, zijn broers en ja, zijn redelijk homoerotisch, ja. Is eigenlijk het zo'n beetje. Wat we eigenlijk op ons willen focussen is de Merchant Anna, die wij waarschijnlijk al een paar keer hebben gezien. En als je zelf de game speelt, al een paar keer hebt kunnen zien als de Traveling Merchant. Eigenlijk... ze komt een beetje voor van als een guide cameo prompt. En dat is eigenlijk in... Path of Radiance en Radiant Dawn is de in-game tutorial. Ze komt ook in Fire Emblem The New Mystery of the Emblem. Komt ze voor. Omdat ze is een merchant, dan kan je heel vaak gemakkelijk gebruiken. Shadow Dragon en Blade of Light. Genealogy of the Holy War. Thrasia 776. The Binding Blade. The Blazing Blade. The Sacred Stones. Shadow Dragon. En alleen in Awakening, Fates, Heroes en Warriors was ze playable. En in Awakening is eigenlijk niets meer dan een trickster. Afgeleid van een danser, hoge evasiveness en ze kan zwaarden handelen. Ze kan niet heel veel mensen praten. Nee, wat eigenlijk interessant is, kan heeft romantic support met Robin of normale support met Robin female. Morgan, wanneer Anna de moeder is. En overige is Tiki. Die we veel later nog tegenkomen, dus dat is raar. Heel raar. Ja, ze is vergelijkbaar met Gaius. Maar ze loopt flink wat achter. Ze heeft alleen hoge defensive stats en hoge magic stats. En haar grootste gimmick is haar hoge luck stat, als ik denk al ontwijken. Je kan haar een assassin maken. Verlies wat resistances, maar het is niet heel dramatisch om dat te doen. Mage en Archer zijn een reclass options. Mage en Sage niet doen, omdat het eigenlijk lage magic stats heeft. Dus de enige optie die je dan kan doen is haar gebruiken als een soort van frontline mage. Dat is wat hits kan tekenen, maar haar damage output is minder hoog. En je kan een Archer class maken, maar Virion is beter. En als ik zeg dat Virion beter is dan een Archer, dan hoef je hem niet te doen. En als de gimmick van Anna is, ze heeft heel veel zussen. Echt heel veel zussen. Dus dat is eigenlijk het enige zo'n beetje aan Anna. Ondertussen zijn wij gewoon de characters een beetje aan het levelen. Hoger brengen en supporters bepaalde characters te verhogen. Zoals we ook langzaam maar zeker de chapters kunnen gaan unlocken. Die gekoppeld zijn wanneer characters hoger support krijgen. Dus Gaius en Farja, Frederik en Olivia. Maar als we even kijken naar Gaius. Oké, Gaius is bij een level up. En is een level 11, dus dan moet hij nog een paar levels halen. Maar dan kan je wel langzaam maar zeker naar een stuk gaan brengen waar die echt handig kan zijn en ook echt nut heeft. Wat het mooie aan Gaius is, het is een thief, maar ik heb in ieder geval in de assassin rol. Want als je assassin is, kan hij art ook boos gebruiken. Nou, boos met een hoge proficiency in swords maakt hem gewoon heel goed om te gebruiken in bijna iedere omgeving. Nou, eigenlijk een tip voor dit level is, je kan Sumia... of Ik ben even de naam kwijt. Ja, Sumia. Of ik ben echt haar naam kwijt. Dat is niet goed. Dat is niet.
is niet op. Dit is best slecht dat ik, vergeten ben wat de naam ook weer was van. Ja, want het is. Sumia of Cordelia, daar was hem. Cordelia. Die kan je gebruiken, die heeft wel één nadeel. Het is niet een groot nadeel, maar het kan wel verkeerd gaan uitpakken. Je hebt hier redelijk wat archers zitten, dus je moet wel opletten waar je Sumia plaatst. Want kijk, je kan hier helemaal neerzetten, maar je wordt neergehaald door de archers, ben je klaar. Nou, leuk. Top, Sumia kwijt. Maar maakt niet uit of Sumia nu level 20 wordt, level 20 is, of in dit geval level 17. Bows en arrows kunnen haar nog steeds gewoon one-shot. En dat maakt naar mijn mening gewoon de reden waarom ik nog steeds Pegasus Knights liever niet gebruik. Ja, hogere mobility. Ja, dus. Nou, over het algemeen. Je moet flink wat doen, wil je Anna hier dood hebben of flink wat pech hebben. Want ze kan heel veel dingen gewoon ontwijken. En voor mij heeft ze nog, had ze 1 of 2 vulnerairs. Dus ze kan zich ook gewoon healen wanneer HP ook gewoon laag wordt. En je ziet het, ze doet hoge damage met een keer 2 multiplier. Dus op zich is dat wel prima. Nou, 22, dat is prima. Kunnen we killen. En dan is Sumia tenminste weer veilig. En dat vind ik ook heel fijn, want ik wil Sumia nog graag wel bewaren. Ook al gebruik ik haar niet. Nou, ik kan mijn andere units daar aan toesturen. 9 damage, 11 damage. Dus dat betekent dat ik hem waarschijnlijk niet kan killen met 12. Nee. Dat is genoeg om te killen. Doen we dat. Oké, die komt daar niet in de buurt. Even redelijk hoge range, maar dat is echt enige qua bos. Nou, dit is gewoon erg. Nou, we hebben gezegd, Gregor, Fike en Long Q gewoon in Vanguard is gewoon heel goed. Omdat Gregor gewoon heel veel hits kan taken. Maar wel rekening mee dat je er niet afhankelijk van moet worden, want dan is het ook gewoon klaar. Dan ga je Reckless spelen en dat willen we ook niet. Nice. Huppakee, level 11. Kijk, voor zulke situaties is het handig om gewoon een archer te hebben. Die ook gewoon met zwaarden kan werken. En dit is een hele slechte punt van I was born a victor and victory is mine. Ah, kom op. Dat is best slecht. Tok. Nou, mis en tok. Daar gaat Anna. Ze valt wel op qua kledij. Omdat ze zowel rood heeft als geel. En dat valt gewoon erg, erg op. En eigenlijk, je moet gewoon een beetje praten en dan kom je achter bepaalde dingen. Ik krijg gewoon physic. Nou, dat is op zich fijn. Oh, dat is meer dan genoeg. Ja, dat niet. Maar ja, ik word toch niet geraakt in de archer, dus dat kan dit prima. Oh, for fuck's sake, staal, help mee. Nou ja, oké, het zal wel. Pan en Gregor maak het wel af. Tok. No damage. En klaar. Dat was Victor. Nou, tikte Gregor ook mooi aan. Level 14 alweer. En op zich, als je de game zelf speelt, dit is op zich niet nodig. Als je het voor jezelf moeilijker wil maken, kan je gerust zeggen, fuck it. Ik doe alleen de main story. Maar dit is voornamelijk om gewoon kerkjes of te krijgen of bepaalde om bepaalde story achter te delen. Story onderdelen achter te komen. Maar dat is het. En eigenlijk de enige momenten wanneer je bang moet zijn is wanneer Anna onder de 10 valt. Dan ben je gewoon klaar. Dan is het ook gewoon tok. Thank you.
Nou, oké. Okay. Laat eens. Ik ben voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Jo. Hey. Huh? Ja. Yeah. Sorry. Nah. Whoa. Very kind of you.